Daar ben ik weer, terug met de Late Night Show, deel 2. Mijn naam is Gina en morgen en vandaag presenteer ik het nog steeds. Ik heb jullie echt superveel gemist, zoals ik net al zei. En ik vind het echt superleuk om ook met jullie thuis, maar ook met de crew weer terug te zijn. Ik heb nog steeds de tweezelfde gasten, L.A. Santana en Marie Noël. Welkom. L.A. Santana, jij bent rapper en Marie Noël, jij bent zangeres en songwriter. L.A. Santana, als jij kijkt naar het afgelopen jaar, zijn er bepaalde lessen die jij echt hebt meegenomen naar het nieuwe jaar, waar je echt van hebt geleerd? Ja, doe alles zelf. Laat niemand dingen voor jou regelen, want het is dan out of your hand en je kan er dan niks meer mee doen. Dus laten we zeggen, plan je eigen studiotijd in, doe je eigen videoclip. Doe gewoon alles zelf. Als je mix en master kan, doe het ook zelf. Als je iemand kent die goed is, laat diegene het dan voor je doen. Maar mijn tip naar jullie is, doe echt alles zelf. Want als het eenmaal out of je handen is, dan gaan mensen ermee doen wat ze willen. En dat wil je ook niet hebben. Ja, en als ik het aan jou hoor, heb je dan een paar negatieve ervaringen gehad? Kan je ons specifieke voorbeelden geven zonder mensen te niet noemen? Specifiek of zo, maar gewoon een ervaring die ik heb gehad. Dat het zeg maar een beetje uit mijn handen was, zeg maar, mijn muziek. En dat ik zeg maar niet meer wist hoe ik het zeg maar soort van weer aan mijn kant kon krijgen. Ja. Zodat ik gewoon de, laten we zeggen, weet je wel? Ja. Alles in handen had, zeg maar. Dus dat was een keer bijna gebeurd en ik ga dat echt nooit meer laten doen. Gewoon. Ja, het is gewoon, wel echt ik iets. Ik doe gewoon echt het liefst alles zelf. Gewoon, ja. Weet toch, mijn eigen dingen inplannen voor datum van release of weet ik veel wat. Of weet toch, al moet ik zo. Gewoon die independent woman shit. Al moet ik duizenden euro's in mezelf investeren, dat doe ik dan gewoon. Ja, maar dat ben je ook waard dan, denk ik. Dus ja, zeker. En Marie, wat neem jij sowieso mee van het afgelopen jaar als een wijze les naar 2022? Ik denk als je bent zoals ik en heel veel dingen tegelijk wil doen, wat beter prioriteiten stellen en echt aanvoelen wat wil je nou het meest van alles. Want het liefst doe ik alles tegelijk en heb ik zoveel passies die ik gewoon wil vervullen. Maar soms is het gewoon beter om één stapje tegelijk te nemen, want je komt er echt wel. Maar toch echt te focussen op één ding tegelijk. En dan maak je het jezelf ook niet te zwaar. Dus neem dat echt mee ook als levensles. Ja. Als je ook heel veel dingen wilt doen nog, begin met één ding en stel prioriteiten. Want wat heb jij dan het afgelopen jaar heel veel door elkaar gedaan? Kan je een paar voorbeelden noemen? Kijk, behalve zingen en songwriting, voice artist, ben ik ook student nog hoor, overigens. Wat studeer je? CMD, UXD, multimedia design, een beetje website ontwerpen, logo's bouwen, webdesign. Ja, leuk. Ja, en daarnaast. Ja, ik geef ook bijlessen als bijbaantje aan kinderen, middelbare school en basisschool. Maar ik wil ook heel veel dingen doen. Ik presenteer ook, vind ik ook superleuk om te doen. Eigenlijk van alles. Wat ik eigenlijk bijna niet kan realiseren in één jaar. Dus, ja. Gewoon één focus eigenlijk. Ja. Hey, en als je dan kijkt naar de projecten waar je op dit moment mee bezig bent, kan je ons daar al iets over vertellen? Wat je dit jaar allemaal gaat doen? Ja, ik heb wel wat samenwerkingen staan. Maar dat doe ik een beetje on the low. Ik was daar heel enthousiast mee begonnen. En ik merkte dat je als zangeres eigenlijk wel een beetje afhankelijk bent van producers wat dat betreft. Met wanneer ze een liedje nou gaan uitbrengen. En wanneer het nou echt goed genoeg is om echt voor het publiek te presenteren. Dus dat ligt heel lang stil dan. En nu ben ik gewoon veel meer bezig met wie ben ik nou als artiest. En wat is mijn stijl. Ik ben vooral echt aan het experimenteren. Ik wil me niet beperken tot één stijl of één genre. Lekker songwriten. Lekker mijn eigen ei in mijn muziek kwijt. Want dat is het eigenlijk. Hè. Het is gewoon een uitlaatklep. Alles wat je zelf hebt meegemaakt. Of ik zeg maar wat kindertrauma's of zo. Ja. Gewoon alles wat je wat in je hoofd omgaat en wat je kwijt wil, kan je dus in die muziek kwijt. Eigenlijk hoor ik bij jou dat je dit jaar jouw grootste project is eigenlijk een self-journey, zeg maar. Ja. Echt met jezelf bezig zijn. En ik denk dat dat ook wel echt belangrijk is. Ja, dat is echt dat doe je goed, ja. Dankjewel. En Santana, wat voor projecten ga jij dit jaar allemaal afronden? Waar ben je mee bezig? Ik ben nu gewoon voornamelijk bezig met het uitbrengen van mijn eerste release van dit jaar. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik gewoon weer de studio in. En wanneer komt de eerste release? 22 januari. En volgende week zaterdag. Weet je al een titel, het liedje? K.O. heet die. Videoclip komt uit, hij komt op Spotify. Dus en waar gaat het liedje over? Het heeft niet echt een vast verhaallijn, girl. Oké. Okay. Okay. Just listen. Het is gewoon een R&B, ja, hip-hop. Als ik hem aan dingen kan geven, techniek kunnen ze misschien afspelen. Nee, dat kan helaas op het moment niet. Maar wauw, oké. Okay. En de videoclip, waar heb je die geschoten? In het centrum. In Den Haag? In Den Haag, gewoon, ja.
Sowieso. I can represent. Ja, sowieso toch. Verschillende locaties, maar in Den Haag. Nice, leuk. En 22e komt het dan uit. Hoe ga je dat aanpakken op social media? Want ik weet dat heel veel kijkers die thuis zitten ook hiermee aan de slag willen gaan. Dat ze vooral tegen het social media gedeelte aanlopen. Want tegenwoordig word je door het algoritme ook bijna niet gezien. Hoe pak jij dat aan? Nou, het eerste wat je sowieso moet doen is je account veranderen naar een artiestenaccount. Dus okay. Niet met een normale account, zeg maar. Want dan kan je ook je berichten promoten, zeg maar. Als je je account verandert naar, weet ik veel, atleet of artiest of iets, dan krijg je veel meer dingetjes waardoor je jezelf, zeg maar, wel in het algoritme kan zetten. Yeah. Of in verkennen of iets, ik noem maar wat. En vooral delen met je mensen. Naar iedereen sturen. Ja, en... als je kijkt naar de muziekwereld dan, er zijn heel veel leuke dingen, maar ik kan me voorstellen dat er ook af en toe minder leuke dingen zijn. Wat is één ding dat je echt graag zou willen veranderen in de muziekwereld? Wat ik zou willen veranderen in de muziekwereld? Of is er iets überhaupt wat je wilt veranderen? Ja, maar dat is een hele diepe vraag. Daar moet je me echt een nachtje over laten slapen. Weet je wat? Ik ga je zo beantwoorden. Weet je wat we gaan doen? Ik ga jou een paar minuten de tijd geven om erover na te denken. En dan mag Mariam als eerst beantwoorden. Ik weet het wel hoor. Vrouwelijke producers. Oh ja, dat is een goeie. Daar toch? Sluit ik me bij aan. Of mag dat niet? Ik vind vrouwelijke, als vrouwelijke rapper ben jij al schaars. Ja, ja, toch? Maar als vrouwelijke producer? Zo. Ja, dat is een gat in de markt, jongens. Ja, maak er gebruik. Je hoort het thuis. Dat lijkt me tof. In plaats om met van dat je ja, samenwerken. Met ja, veel mensen die dan thuis kennen zitten jullie kijken. Vrouwelijke producers, Santana? Ik ken wel een paar vrouwelijke producers, ja, maar niet dat ze weet je, super bekend zijn of zo, maar wel gewoon goed, weet je. Ja. Dus ik moedig dat gewoon aan, dat ze dan doorgaan en gewoon ja, toch? Weet je, ja. Met andere vrouwelijke en Marie, ken jij ik echt te weinig. Ik ken wel vrouwelijke DJ's, maar ook op één hand te tellen eigenlijk. Ja, dus en als je dan kijkt echt naar jezelf, hoe wil jij dit jaar groeien als artiest? Meer mijn eigen stijl ontdekken. Maar een stapje daarvoor is natuurlijk gewoon echt experimenteren. Dus ik wil eigenlijk van alles. Ik vind drum en bass bijvoorbeeld super tof om naar te luisteren. Daar wil ik ook echt samenwerkingen in en liedjes uitbrengen in die stijl. Latin wil ik proberen. En sowieso house, daar zit ik al een beetje in. Dus gewoon lekker experimenteren met stijlen. Kijken wat nou echt mijn ding is. En gewoon lekker mezelf ontdekken. Ja. Want dan op Spotify ook... heb jij al één liedje uitgebracht. Ja, want je doet voornamelijk covers volgens mij. Dus dat was best wel een big step. Wat voor genre is dat liedje? Dat is een beetje een big room heet dat, genre. Is een beetje Martin Garrix rave muziek. En daar had ik eigenlijk niet heel veel inbreng voor. Met dat liedje moet ik eerlijk toegeven. Het was op afstand samengewerkt. Een producer uit Spanje en een zangeres uit Londen. Die ik ooit met EDI Amsterdam Dance Event heb ontmoet. En dat was eigenlijk heel erg ontwikkeld naar een ander stijl. Terwijl het begon als het ander liedje. Maar ik wil daar eigenlijk een beetje van afwijken en een hele andere kant op gaan. Maar ik ben zeker dankbaar voor die samenwerking. En dat ik überhaupt een liedje kon samenwerken of uitbrengen met ze. Dus dat. Ja, want je geeft aan, je hebt ze ontmoet op Amsterdam Dance Event. Of Week, ik weet het niet zo goed. Maar misschien ook voor de kijkers thuis. Hoe connect je met iemand? En hoe zorg je ervoor dat als jij iemand ontmoet, dat zij de volgende keer aan jou denken van hey, ik heb een zangeres nodig, ik heb een rapster nodig, ik heb een presentatrice nodig. Hoe zorg je daarvoor? Met ADE, dat is echt een hele goede start om te beginnen. Als artiest zijn. Ja, dan komen zoveel mensen van het buitenland naar Amsterdam om te netwerken. En netwerken is echt key. Nu moet ik zeggen, ik ben best wel lucky geweest wat dat betreft. Heel veel dingen kwamen gewoon op mijn pad. Dat ik bijna dacht van wow, hoe gebeurt mij dit? Hoe overkomt dit gewoon met zoveel gemak eigenlijk? Maar ik neem het niet voor lief hoor. Het is echt... Toen was het toevallig hoor. Ik liep ook Stamped Records uit. Dat is een studio van Martin Garrix. Ja. Ik werd daar gevraagd voor vocals. En zij stonden daarvoor in de hoop dat zij hun muziek konden delen met een producer die langs liep. Dus zo raakten we aan de praat wat dat betreft. En andere samenwerkingen via of Insta. Ja. En je hebt het over netwerking. En toen ik zeg maar, ik ben nog steeds super jong, maar toen ik wat jonger was, dacht ik ook dat netwerking iets heel serieus was. Maar eigenlijk, ik denk dat jullie me daar allebei in kunnen beamen, is dat netwerk eigenlijk het leukste en waar je het meeste aan hebt, gebeurt op feestjes.
En, onder andere, ja. Ja, onder, maar gewoon op gezellige events. En niet zeg maar heel zo van... Het is eigenlijk, als je een evenement hebt, daarna, zeg maar. En als jij kijkt, Santana, naar het netwerken... heb jij een tip voor de kijkers thuis? Hoe kan je het beste netwerken? Je moet afstappen, ja. Oké, okay, dus... Gewoon het lef hebben. Ja, ja, precies. Maar oké, geef me een voorbeeld. Je herkent mij bijvoorbeeld op een feestje. Ja, en jij bent een grote producer en ik heb jou nodig op mijn track. Ik loop naar je toe en ik vraag je nummer. Echt? Ja. Ja, zo'n kant ook. Zo'n kant ja, 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 nee, dat vind ik oké. Okay. En heb je dat wel eens gedaan? Ja, zeker. Ik heb en het werkt dat? Gedaan. Het werkt gewoon, ja. Dus dan ga je naar ga je toe en je zegt, fucka, ik... Nee, niet fucka. Oké, okay, je zegt hoi. Oké, okay, je zegt nee. Hoi. Ik dacht van, hey, alles goed. Ja. Ik weet toevallig dat je muziek maakt of iets in die richting. Of dat je dit en dat doet. Zouden we misschien een keer samen kunnen werken of dat? En dan kan het altijd besproken worden. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk gewoon om de betaling. Ja, snap je? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is ook wel... Ja. Ja. Nice. Dus eigenlijk is het echt wel bals hebben, ook als je thuis kijkt. Het is vooral netwerken in het creatieve wereldje waar we allemaal in zitten. Om mensen durven afstappen en gewoon weten wat je waard bent. En jezelf lekker representen, toch? Ja. Ja, en dan als jij kijkt naar jezelf en je groei dit jaar, ook misschien op persoonlijk gebied, waar wil jij dit jaar echt heel erg in groeien, Santana? Nou, ik vind dat ik in op alle vlakken wel gewoon sowieso meer kan groeien. Dus laten we zeggen podium, studio, vocals of woordenschat. Dat kan allemaal verbeterd worden. En ik denk dat ik me daar wel elk jaar op focus. Dat het zeg maar elk jaar weer beter is dan het jaar daarvoor. En hoe verbeter je dat aan jezelf? Ja, oefenen. Laten we zeggen woordenschat. Je kan meer boeken lezen of andere dingen. Puzzels, weet ik veel. Lingo, crossword. Zulke dingen. Daar kom je meer woorden te weten waarvan je dacht van... Oh, ik wist niet dat dat een woord was of zo, weet je. Of wat de betekenis daarvan was. En dat kan je dan weer in je muziek zetten of... Ja, podiumervaring kan je vaker gaan oefenen met je dansers of iets, weet ik veel. Ja, dat gewoon is echt wel aan de slag gaan. Gewoon echt aan de slag gaan en niet zeggen dat je het gaat doen, maar gewoon doen. Ja, dat vind ik echt een mooie. Niet zeggen dat je het gaat doen, maar gewoon lekker doen. Put your money where your mouth is. Precies, inderdaad. Echt zo. Ja, hey, en we hadden het er net over van, wat zou je willen veranderen? Daar kon je geen antwoord op geven. Oh, ik heb het er niet eens over nagedacht. Nee, dat maakt niet uit. Maar wat zou je nooit willen veranderen in de muziekindustrie? Wat maakt het zo leuk en wat moet altijd hetzelfde blijven? Dat je eigenlijk, zeg maar, wanneer de sfeer er is... Dat je met iedereen gewoon bent en dat je gewoon ziet... Dat je die artiesten support, laat ik het zo zeggen. Dat je artiesten gewoon, die elkaar supporten. Juist, dat mag echt nooit veranderen. Gewoon dat je elkaars bekken hebt of dat je misschien op een optreden komt... en je bent er voor de allereerste keer en dat er dan bekende artiesten zijn... of bekende upcoming artiesten en dat hun dan ook tegen jou durft te zeggen... van je hebt echt goed je best gedaan of de love, laat ik het zo zeggen. Ja, ook dat collegiale eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En Marie, wat zou er volgens jou echt nooit mogen veranderen in de artiestenwereld? Ja, dat je gewoon lekker uniek kan zijn. Want als je kijkt naar artiesten zijn ze allemaal zo... Zo anders en zo bijzonder op een eigen manier. Mm-hmm. En dat je eigenlijk altijd wel een community kan creëren. Je hebt altijd wel, publiek wil ik het niet noemen... maar mensen die relaten aan jouw muziek en gewoon jouw vibe aanvoelen. En dat is gewoon mooi dat iedereen daar wel anders in is. Ja, wel echt tof. En als jij dan jezelf, laten we zeggen over 5 jaar, jezelf tegenkomt... is er dan iets wat je aan je toekomstige zelf als advies zou willen vragen... over hoe je nu bepaalde dingen aan moet pakken. Ja, hoe krijg ik mijn shit op orde? Ja, ik denk de aanpak, hoe... en dus de toekomstige ik om advies vragen voor nu. Denk dat je beter de vraag kan omdraaien van... wat zou je toekomstige ik zeggen over 5 jaar van nu of iets? Ja, maar dat zou te makkelijk zijn. Ik wil jullie, gewoon even een beetje jullie hersen raken. Stay humble, ja. Ja, stay humble. Where you come from. Ja, maar is er gewoon echt iets wat je zou willen vragen? Of heb je zoiets van, ik wil wel lekker verrast worden door de toekomst? Ik laat me verrassen. Ik heb me te lang druk gemaakt om de toekomst, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat ik nu gewoon leef met de dag en... veel meer met mindfulness bezig ben, onbewust ook. En dat geeft je zoveel meer rust in je hoofd. Dus ik heb dat losgelaten eigenlijk, dat ik veel te erg plan. Ja, dus eigenlijk loslaten in jouw geval. Ja. En Santana, zou jij jezelf iets willen vragen? Of denk jij ook van, laat het maar op me afkomen? Nou, ik wil mezelf niks vragen. Ja. Ik wil mezelf wel wat zeggen. Oké. Okay. You know you could do this. Look goed at you zo. In a mansion, driving a Bentley. Met een
Manifesting. Nee. Oh, that sounds good. Ja, nee, echt, maar dat is echt goed. En ik denk ook inderdaad, wat vooral heel belangrijk is voor jou thuis, is blijf in jezelf geloven. Ga je dromen achterna. En over 5 jaar kan je ook terugkijken en denken van wauw, wat ben ik ver gekomen. Dit was het alweer voor vanavond met de Late Night Show. Mijn naam is Gina. Je keek dus naar de Late Night Show. Ik zie je morgen lekker gezellig weer. Morgen zijn we er ook. En dat vind ik zo leuk, want ik mis jullie altijd als ik er niet ben. Dus echt, dit moeten we gewoon echt samen blijven houden. Love it, let's go. Ik zie jullie morgen weer, maar we gaan nu over naar Sanji.